Hallo ballonvrienden, vandaag maken we zo een heel lief, lieve heersbeertje. Wat heb je nodig voor zo een klein, lief, schattig, lieve heersbeertje te maken? Een rode 260 ballon, een stift en uiteraard je ballonpomp. Blaas je ballon halfweg op. Ziezo. Knoop je ballon dicht. En maak je ballon lekker zacht. Maak om te beginnen een kleine loop. Ik steek altijd de knoop van mijn loop er nog eventjes door. Gewoon om zeker te zijn dat hij goed blijft vasthangen. Nu maken we een ketting van 4 bubbels. In de maneschijn, in de maneschijn, klim ik op een trapje naar het raamkozijn. En je raadt het niet, nee je raadt het niet. Zo doet een vogel en zo doet een vis. En zo doet een duizendpoot die schoenmaker is. En weer van je heen, en van je twee. En van je dikke, dikke, dikke tante keer. En dat is recht, maar dat is krom. En zo draaien wij het liedje nog eens om. Riom, pom. Nu, deze 4 bubbels verbinden we in onze loop. En nu maak je een... Kneed je ballon goed zacht. Nu maak je een bubbel van ongeveer de lengte van deze 2 bubbels. Die duw je door de 4 bubbeltjes door. En dan maak je zo nog een bubbel. En die ga je dan verbinden... Weer in onze loop. Krak, 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 plop, plop, plop. Alles een beetje op zijn plaats duwen. Ziezo. Nu komt eigenlijk het moeilijkste gedeelte, want nu kneden we de lucht uit onze ballon uit. En we trekken onze ballon door deze 4 bubbeltjes door. Naar achteren. Dan hebben we dit. Even afwisten. Hier maak ik nog een kleine pinch twist. De rest van de ballon knip ik los, maar ik laat het er aan hangen. Hè. Dus ik knip hem los, ik laat de lucht eruit. Ik knoop dit uiteinde dicht. Zo. En dan kan je met deze ballon naar de loop gaan. En kan je deze ballon verbinden in je loop. Zodat je eigenlijk, voilà, deze is losgekomen, terug hier op de plaats duwen. Zodat je eigenlijk hier aan je loop nog een kettingje hebt, zodat je dit rond je arm kan binden en dan heb je een leuke armband. En voor de afwerking is dit natuurlijk opnieuw tekenen. En jullie weten het ondertussen wel al, ik ben geen goede tekenaar. Dus mensen die mooi kunnen tekenen, zullen hier een heel mooi lieve heersbeertje van maken. Ikzelf, ik maak er een standaard lieve heersbeertje van. Ik teken gewoon 2 kleine oogjes. Een neusje. Een mondje. En dan
enkele vlekjes op het bovenlichaam van ons lieve heersbeertje. Ik zou zeggen, ga aan het werk. Maak er iets heel leuks van. Ik zie jullie vast en zeker. Hola. Ik zie jullie vast en zeker. Hola, hola. Mijn pinkstift komt af en toe een beetje los. Ziezo. Ik zie jullie vast en zeker graag terug in een van de volgende video's. In de toekomst zal ik nog leren hoe je een uitgebreider lieve heersbeertje kan maken. Met een beetje gras, het lieve heersbeertje op het gras. Dat is veel mooier, veel uitgebreider, maar ook veel meer werk. Dit is eigenlijk een standaard lieve heersbeertje voor als je aan het werken bent op straatfeesten waar heel veel kindjes ballonnen komen maar vragen. Dit kan je heel snel maken en is ook heel leuk om aan de kindjes te geven. Ik zie jullie graag in een volgende video en vergeet zeker niet, abonneer op mijn kanaal. Dit doe je door onderaan op de knop aan te klikken. Abonneren. Doen hè. Tot de volgende keer. Daag.